Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Micronaties is ook een van de vaste onderwerpen van Daily Minutes PS. Micronaties zijn kleine, zelfverklaarde, onafhankelijke naties die vaak niet officieel erkend worden door de internationale gemeenschap. Deze unieke en soms excentrieke entiteiten worden vaak gesticht door individuen met grote dromen en een nog grotere dosis creativiteit. Micronaties worden niet erkend door de grote landen, maar worden vaak wel met rust gelaten. Meestal mankeren er dingen aan de micronaties, maar sommige zijn niet anders dan de grote landen. Er is overigens een verschil tussen micronaties en microstaten. Micronaties zijn de kleine landjes waar ik het vooral over wil hebben, gesticht door excentrieke personen. Microstaten daarentegen zijn een product van de geschiedenis en ondanks hun kleine oppervlak worden ze internationaal erkend. Ze kunnen lid worden van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de EU. Dat kunnen micronaties allemaal niet. Er zijn heel veel meer micronaties dan microstaten overigens. Voorbeelden van microstaten zijn Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra en Vaticaanstad. De laatste is tevens de kleinste. Andorra is denk ik wel de grootste van dit soort kleine landjes, tenzij je Luxemburg ook mee zou rekenen. Maar om een aantal redenen vind ik dat die er niet bij hoort. En dat wordt ook internationaal zo gezien. Ook buiten Europa heb je dit soort kleine landjes. Bijvoorbeeld de Nederlandse helft van Sint Maarten, dat een land is binnen ons koninkrijk. Naast de Nederlandse Caribische gemeente Sint Eustatius ligt op 10 kilometer afstand Sint Kitts en Nevis. Dit is een onafhankelijk land, ze behoren niet tot enig koninkrijk. Dit landje heeft met een oppervlak van ruwweg ruim 1,5 maal dat van Texel ongeveer 54.000 inwoners en bestaat uit 2 grote eilanden die bewoonbaar zijn en een aantal heel kleine eilanden. Maar goed, tot zover de microstaten. Rondom dit soort zaken zijn er zoveel leuke weetjes te vertellen. Eilanden die al 400 jaar in wetgeving wisselen tussen 2 landen, elk half jaar bijvoorbeeld. Een groot meer in Europa dat niet bij 1 land hoort, maar het gehele oppervlak is van 3 landen. Grappig is ook de vraag hoe ver Nederland bij de Verenigde Staten vandaan ligt. Dat wil dus zeggen het punt waar de grenzen van de Verenigde Staten het dichtst bij die van Nederland liggen. Dat is niet verder dan 144 kilometer. Dit zit als volgt. Sinds oktober van 2010 horen de 3 eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet meer bij het land de Antillen. Het zijn zogenaamde bijzondere gemeentes binnen Nederland geworden. Er gelden in bepaalde opzichten wat andere regels, maar dit zijn gemeentes, net als Amersfoort of Assen of Rotterdam. Een bijeffect is bijvoorbeeld dat het hoogste punt van het land Nederland niet meer de Vaalse Berg is met 300 meter hoogte, maar de vulkaan Mount Scenery met 887 meter hoogte. Het eiland Saba bestaat geheel uit deze vulkaan. De vulkaan is overigens nog steeds actief. De laatste uitbarsting was in het jaar 1640 en ging gepaard met explosies en gloedwolken. En de vulkaan geldt nog steeds als potentieel gevaarlijk. Het is maar dat je het weet, binnen Nederland bevindt zich een potentieel gevaarlijke actieve vulkaan. Al zullen we daar in Europa niet zoveel last van hebben. Terug naar de afstand tussen Nederland en de VS. Op ongeveer 144 kilometer van het eiland Saba bevindt zich Point Udall op het eiland St. Croix, dat onderdeel is van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Deze eilandengroep vormen een zogenaamde unincorporated territory. Dat betekent ongeveer zoiets als een plaats die niet onder een grote plaats valt. Op het vasteland van de VS hebben unincorporated plaatsen doorgaans een sheriff, terwijl de incorporated plaatsen onder de commissaris van politie van een grotere plaats vallen met hun politiekorps. De eilanden zijn kortom onderdeel van de VS, net als Saba onderdeel van Nederland is. De grens met de VS is dus slechts 144 kilometer van ons land en er bevindt zich ook nog een actieve vulkaan in ons land. Ja, er zijn nog meer van dit soort weetjes. Terug naar de micronaties. Een micronatie kan variëren van een eiland in een vijver tot een verlaten platform op zee. Ze hebben meestal een eigen vlag, grondwet, soms zelfs een munteenheid, hoewel veel micronaties worden opgericht als een vorm van protest tegen de gevestigde orde of gewoon als uitlaatklep voor creativiteit, zijn er enkele die serieuze politieke ambities hebben. Over het algemeen zijn er 3 of 4 voorwaarden die nodig zijn om als micronatie serieus genomen te worden of sowieso als natie. Het landje moet paspoorten uitgeven. Men moet een eigen munteenheid hebben en het moet een postsysteem hebben, of dat nou bij een internationale postorganisatie is aangesloten of niet. De meeste micronaties openen om aan dat laatste te voldoen een postkantoor en daarnaast geven ze postzegels uit die door een deel van de filatelieliefhebbers worden verzameld. Een landje als Sealand heeft papieren geldbiljetten en ook munten en geeft daarnaast ook paspoorten uit. Op die paspoorten kun je echt reizen. Er zijn met die van Sealand wel eens problemen geweest. Toen bleek dat mensen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA met paspoorten van Sealand reisden.
Er gingen toen bij verschillende landen stemmen op om de Sealand-paspoorten niet meer toe te laten, maar vervolgens bleek het om vervalsingen te gaan van een club die zegt dat niet de familie Bates, maar zij de rechtmatige bestuurders op het eiland zijn. De achtergrond hiervan is een mislukte poging tot een staatsgreep in Sealand in de jaren 70. Ja, de kleine landjes lijken sprekend op de grote. Nadat het duidelijk was dat het om vervalsingen ging, werden de Sealand-paspoorten weer overal toegelaten. Tegelijk kondigde Sealand een veel restrictiever paspoortbeleid af. Er is nog een vierde voorwaarde die iets minder zwaar meetelt. Een landje moet inwoners hebben. Bij veel micronaties wonen die inwoners niet in het landje en ze zijn bijvoorbeeld via internet inwoner geworden. Bij anderen zoals Sealand is er een bewaker die doorgaans caretaker wordt genoemd en er is altijd minimaal één caretaker aanwezig. Maar een flink aantal landjes doet het ook zonder aanwezige inwoners. Hieruit blijkt dus dat in elk geval een aantal van de micronaties een stuk serieuzer zijn dan een spelletje van een aantal mensen die elkaar via internet kennen of die een spel spelen waarin je moet spelen dat je een land opzet. Dit is wel degelijk echt. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.